dan doen ze hem daar. Ja. Zo. Goedemiddag. Kijk, doet hij het? Kopje brand. Ja, lampje brand. Goed zo. Nou, welkom. Welkom mensen. Dank jullie wel dat ik mag spreken. Dat ik mag spreken voor jullie. Het is altijd een voorrecht, dat vergeet ik nog wel eens te vertellen. Maar ik vind het altijd een voorrecht om samen met jullie het woord van God te openen. Want het is nogal wat om met 30 graden en met code oranje toch te beslissen. Ik ga naar Gods huis toe. Amen. En dat hebben jullie toch gedaan. Dank jullie wel daarvoor. Amen. Amen. Ik wil vandaag, niet alleen vandaag, maar de komende tijd, want jullie zullen mij 3 keer gaan zien komende tijd, wil ik met jullie iets gaan delen over de drie-eenheid. En om daar wat meer basisbegrip over te krijgen. Op het moment dat jullie je Bijbels bij je hebben, dan wil ik vragen of jullie je Bijbel willen openslaan naar 2 Korinthe hoofdstuk 13, vers 13. Dan gaan we zo meteen daar naar kijken. Nou, vandaag gaan we kijken naar een onderwerp waar theologen meer dan 3 eeuwen mee bezig zijn geweest om tot overeenstemming te komen. Het leidde tot discussies en onduidelijkheid tot vandaag de dag. Tot vandaag de dag zijn er mensen die dingen onduidelijk vinden, het niet begrijpen en dat soort zaken. Maar het onderwerp waar ik het over wil gaan hebben, is een onderwerp die eigenlijk niet helemaal te grijpen is. Kijk, zoals ik het zie, is het een openbaring. Het zit tussen een openbaring van God en het begrijpen in, om het zo maar te zeggen. Dus het heeft ook met geloof te maken. Het is dus een onderwerp wat dus tussen begrijpen en geloven in zit. Nou, als ik ga kijken wanneer ik dit onderwerp voor het eerst bestudeerde, dan greep ik het nooit helemaal totdat ik zei van oké, maakt niet uit of ik het helemaal begrijp, ik ga het gewoon geloven. En op dat moment klikte er iets. Was het gewoon een klik in mijn geest die zegt oké, en nu is het zo. En nog is er genoeg te vertellen over het onderwerp waar we het over gaan hebben. We gaan het vandaag hebben over de drie-eenheid. De tekst is 2 Korinthe 13 vers 13. Nog even wachten. Maar voordat we verder gaan, is het belangrijk om even, op het moment dat je een bepaald idee erover hebt, om even je oordeel aan de kant te zetten. Om even te zeggen van jongens, ik laat mijn oordeel even los. En andere mensen die zeggen bijvoorbeeld, hè, dat zijn de wat meer hoger opgeleiden, die hebben het over een bias. Ik bedoel, even je bias uitzetten, gewoon deze zoektocht neutraal ingaan. Want God wil zichzelf openbaren aan ons. Maar als jij al van tevoren zegt, nee, het is niet waar, nee, dit klopt niet, dan weet ik al van tevoren wat het antwoord van jouw zoektocht gaat zijn, dan weet je al, het is niet waar. Dus ga zitten. Ik zou zeggen, ik zou niet zeggen van neem wat popcorn erbij, maar ga even zitten en luister even zonder oordeel naar wat ik te zeggen heb. De drie-eenheid kan nooit helemaal worden gegrepen in een voorbeeld. Maar er zijn verschillende voorbeelden die mensen aanhalen. Daar wil ik even bij stilstaan met jullie. Nou, een populair voorbeeld over de drie-eenheid, omdat het moeilijk te begrijpen is, zeggen mensen, het lijkt op een ei. Een kippen-ei. Want een ei bestaat uit 3 onderdelen. De schil, het eiwit en het eigeel. Het zijn 3 onderdelen, maar alles bij elkaar maakt het ei van een kip.
De drie onderdelen maken het geheel. Het is een mooi voorbeeld, maar het komt tekort, het schiet tekort. Want God is niet in onderdelen op te delen. Want het is niet zo dat, dat er een gedeelte God in Jezus zit en een gedeelte God in de Heilige Geest en een gedeelte God in God de Vader zit. Nee, het is één God in de Vader, in de Zoon, in de Heilige Geest. Nou, datzelfde voorbeeld heb je met de appel. Want andere mensen die zeggen van, je kan het vergelijken met een appel. Je hebt de schil, je hebt de appel die we lekker opeten en je hebt het klokhuis. Maar het voorbeeld heeft precies hetzelfde zwakte als het ei. Nou, zelf gebruik ik vaak het voorbeeld van water of H2O. In verschillende omstandigheden heeft water een andere vorm. Onder de 0 graden is het ijs. Tussen 0 en 100 graden is het vloeibaar, is het water. Boven de 100 graden kan je het niet meer zien, is het stoom. Maar ook dit voorbeeld kent zijn grenzen. Het is niet helemaal waar. Dan, want het is zo dat dat water, als dat verandert van ijs naar, dan wordt het weer vloeibaar. Maar het is niet zo dat God de Vader in andere omstandigheden God de Zoon wordt. Dus daarin schiet het dan ook weer tekort. Dus voorbeelden schieten altijd tekort, maar het is wel iets om te grijpen. Een klein stukje om te grijpen. Nou, onze tekst vandaag. Mijn wens voor u is dat u, dat de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de innige band die de Heilige Geest geeft, met u zullen zijn. Sorry, ik lees vanuit het boek verder de vertaling. Dus een wat simpelere vertaling. Mijn wens voor u is dat de genade van onze Heer Jezus Christus, genade, de liefde van God en de innige band die de Heilige Geest geeft, met u zullen zijn. Nou, de drie eenheid is precies datgene wat het zegt. Het zijn drie personen in één God. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn drie personen, maar ze zijn wel één. Dus in God zitten drie personen. Wat niet betekent dat wij in drie goden geloven. Het betekent ook niet dat er drie onderdelen zijn van God. Maar alle drie de personen, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, zijn alle drie compleet gelijk aan elkaar. En ze bestaan ook nog in deze persoonlijkheden voor altijd. Voor deze schepping waren zij er al. Nu en altijd zullen ze ook zo zijn. Nou, het idee van de drie eenheid geeft antwoord op twee belangrijke vragen over God. De eerste vraag is, wat is God dan? We hebben de tweede is, wie is God? Maar de eerste vraag is, wat is God? God is een eenheid, is iets, een eenheid van een goddelijke substantie. Hij is één. Als je op zoek bent naar de definitie van echte kracht, liefde en goedheid, dan is dat God. Jeremia 23 vers 24 zegt, kan iemand zich voor mij verbergen? Ben ik niet overal tegelijkertijd? In de hemel en op de aarde, zegt de Heer. God is altijd overal tegelijkertijd. Ik ben nu op dit moment in Zwolle. Ik woon in Utrecht. Ik kan niet tegelijkertijd in Zwolle zijn en in Utrecht. Maar God kan overal tegelijkertijd zijn. Hij kan in Zwolle zijn. Hij kan in Utrecht zijn. Hij kan op Curaçao zijn, bij mijn schoonouders. Hij kan in China zijn. Hij kan in Indonesië zijn. Amen. Sterker nog, hij kan tegelijkertijd zowel in de hemel zijn als op de aarde zijn. Amen. Zo groot is hij. Terwijl ik nog ineens hier kan preken en mijn telefoon vast kan houden om TikTok te bedienen. Dat is nog ineens, ik bedoel, zo beperkt zijn wij, om het zo maar te zeggen. Deuteronomium hoofdstuk 6 vers 4. Hoor, o Israël, de Heer onze God is één. Amen. Onze God is één. Een tekst waar ik niks aan toe hoef te voegen. De Heere is één. Met andere woorden, we hebben geen drie goden of meer goden. Nee, de God die wij dienen is één. Handelingen 17 vers 28. Toch is God niet ver bij ons vandaan.
wat in hem leven, bewegen en zijn wij. Een van uw dichters heeft het zo gezegd, wij zijn uit hem voortgekomen. Dus deze teksten laten zien dat God een eenheid is. Hij is één, hij is niet deelbaar, maar hij is één. Dus op het moment dat Jezus naar deze aarde toe komt, dan is God nog steeds in de hemel. En hij is op deze, aarde, omdat Jezus op deze aarde is. Als de Heilige Geest op deze aarde is, is God in de hemel nog steeds. God is nog steeds God. Maar God, de Heilige Geest, is hier op deze aarde. Nou, de tweede vraag is, wie is God? We hebben het al gehad over wat is God, maar we hebben het ook over wie is God. Oftewel, opnieuw de drie eenheid. Dus God is één, maar hij is ook drie. In het uitdrukken van zijn kracht, van zijn liefde en zijn goedheid. Nou, ik wil even met jullie kijken naar drie teksten die laten zien dat er drie personen zijn in God, maar ze zijn allemaal God. Genesis 1 vers 1 tot en met 3. Dat is, voor mij was dit een openbaring. Ik bedoel, ook na 30 jaar, 34 jaar, dat je je leven aan Jezus hebt gegeven en je leest de Bijbel, dan kan je alsnog openbaring hebben. Amen. Genesis 1, vers 1 tot met 3. In het begin maakte God, en dat woord God is meervoud, wordt gezien als meervoud. Dus dat betekent dat zowel God als Jezus dit, dat daarover gesproken wordt. Maar goed, dat terzijde. De hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg, en over de watermassa lag een diepe duisternis. Maar de geest van God, dat is de Heilige Geest, zweefde boven de watermassa. Maar dan komt het. Vers 3. Toen zei God, laat er licht zijn. En er was licht. En dan zijn de wetenschappers die zeggen, ha, zie je wel, dat is fout. Want de zon is degene die het licht geeft. Maar God, ik bedoel, want God maakte eerst licht op de eerste dag, en op de vierde dag maakt hij pas de zon, maan en sterren. Ja. Hoe kan dat nou? Omdat er in vers 3 niet gesproken wordt over het licht van de zon. Waar sprak hij wel over? Wie zei, ik ben het licht van deze wereld? Jezus. Dat was Jezus. Dus met andere woorden, in vers 3 wordt er niet gesproken over de zon, er wordt gesproken over Jezus Christus. Oh, die kan je wegdrukken, denk ik. Dankjewel. Maar het is wel belangrijk om te weten dat God heeft Jezus niet geschapen op dat moment. Hij maakte het licht, maar hij heeft Jezus nooit geschapen, want Jezus was er altijd al. Amen. Dan wil ik even kijken samen met jullie naar de doop van Jezus Christus. Matteüs hoofdstuk 3 vers 16. Zo mooi, echt oh, zo'n mooie tekst. Meteen toen Jezus gedoopt was en uit het water kwam, scheurde de hemel open en Johannes zag dat de geest van God in de vorm van een duif op Jezus neerdaalde. Een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde zoon, hij verheugt mijn hart. Man, wat een tekst, geweldig. Een geweldige tekst. Een tekst over de doop. De doop is enorm belangrijk. Belangrijk voor ons om te doen nadat we zelf een keuze hebben gemaakt voor God. De doop is de basis, het is een basiselement, het is een fundament. Een fundamenteel iets. Het is essentieel. Maar het is ook heel erg diep. En er mag vaker bij worden stilgestaan. En omdat wij zeggen, het is een basisding, kunnen wij het vergeten. Hoe vaak, op het moment dat jij in een huis woont, hoe vaak zeg jij, ik ga eens naar het fundament kijken. Haast nooit. Want het is niet interessant. Maar het is wel essentieel. En het is essentieel om soms stil te staan bij de bekering en bij de doop. De doop is essentieel. Maar Richard, ik ben gedoopt als kind. Geldt het dan niet voor mij? Nou, ik doe niks af aan de goede intenties van jouw ouders.
Want het idee om het geloof door te geven op zo'n manier is wel heel erg mooi. Maar weet je wat het probleem is? Het is niet Bijbels. In de Bijbel staat nergens dat baby's worden gedoopt. Er zijn teksten die misschien verwijzen naar de kinderdoop. Maar om zo'n belangrijke handeling in stand te houden met een verwijzing daarnaartoe, vind ik wel heel erg ver gaan. Ieder mens, als hij of zij op volwassen leeftijd is gekomen, moet voor zichzelf een keuze maken. Je zal moeten kiezen voor een leven met Jezus Christus of niet. Niemand kan dat voor jou bepalen. Ook niet een doop. Ook niet een christelijke opvoeding. Dat zou je zelf moeten doen. Je ouders kunnen wel de weg voorbereiden, maar jezelf zal de keuze moeten maken. Als je bent geboren in een christelijk gezin, een gezin die regelmatig naar de kerk toe gaat en je hebt ouders die een relatie hebben met God, dan ben je bevoorrecht. Dan heb je een stapje voor. En ik geloof zeker dat er zaken zijn die jij voor hebt als je opgroeit in een christelijk gezin. Je wordt beschermd tegen heel veel invloeden en zaken van deze wereld, waar andere mensen wel mee geconfronteerd worden. Maar dan nog, op het moment dat jij in de kerk wordt geboren als het ware, dan nog zou je zelf een keuze moeten maken. Dan zou je moeten zeggen op een gegeven moment, ik ga mijn leven aan God geven. Ik ga niet meer voor mezelf leven, ik ga voor God leven. Ik ga de weg die mijn ouders zijn gegaan, ga ik voortzetten. En de doop is een belangrijke stap in jouw proces met God. Het is een stap van gehoorzaamheid. Wat doe je als jij jouw leven geeft aan God? Romeinen zegt dat wij Jezus onze Heer maken. Nou, wat betekent dat? Als jij Jezus de Heer maakt over jouw leven, dan mag Hij alles bepalen wat jij doet, zegt in jouw leven. Wat je doet en wat je niet doet. Het woord Heer moet je zien in de context van een slaaf die een Heer heeft. En een heer van een slaaf bepaalt alles wat een slaaf doet en niet doet. En jij bepaalt zelf of jij Jezus jouw heer maakt van je leven of niet. En de doop is eigenlijk een van de eerste stappen die een gelovige kan zetten in gehoorzaamheid. Dan hoor ik mensen zeggen, maar Richard, kom ik dan in de hemel als ik wel tot bekering ben gekomen, maar niet ben gedoopt? Ja, maar waarom stel je die vraag? Volgens mij zit daar iets achter. Wij willen zelf bepalen wat wij doen en waar en neer. Dus met andere woorden, jouw eigen wil is nog steeds niet onderworpen aan de wil van God. Eigenlijk zit je nog steeds zelf op de troon van je eigen leven en is het niet God. En daarin zeg ik van joh, geef je over. Ik bedoel, maak Jezus werkelijk de Heer over jouw leven. Laat je dopen in gehoorzaamheid aan de grote opdracht. En dan kom ik terug bij mijn punt, want dit was even een uitstapje. God vindt de doop zo belangrijk, dat zelfs Jezus gedoopt moest worden. Jezus, de Zoon van God. God in het vlees. Zelfs Jezus moest gedoopt worden. Dus mijn vraag aan jou is, waarom laat jij je nou niet dopen? Als je toch je leven aan hem hebt gegeven. In deze tekst, die we vandaag lezen, is het echt feest. Het is een goddelijk feest. De Heilige Geest die als duif uit de hemel neerdaalt. En God die spreekt, dit is mijn geliefde Zoon. Het is een geestelijk iets. De doop als een vergeten parel. Want hier zien wij God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest allemaal hun eigen persoonlijke rol spelen. Voor iedereen is dat anders. Maar voor mij was deze tekst de eye-opener van de drie-eenheid. De tekst waarin God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest samen optrekken en samen eigenlijk hetzelfde doen en hetzelfde zeggen. Drie personen, maar één geest. Dan vervolgens onze tekst 2 Korinthe 13 vers 13. Is er een groet van Paulus aan de Korinthe. Mijn wens voor u is dat de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de innige band die de Heilige Geest geeft, met u zullen zijn. Nou, de genade van Jezus Christus, hoe krijgen wij die?
door de liefde van God. Hoe krijgen wij een innige band met God de Vader en met elkaar? Door de liefde van God. Dus hierin zie je ook weer een soort verband, een verbond met elkaar. Nou, nu gaan we weer even terug. Want we hebben het over de drie-eenheid. Want er is een bepaalde spanning tussen 3 en 1. 3 en 1 is niet hetzelfde. Tussen de eenheid en 3 per zonen, daar zit een verschil in. Want als je naar een echtpaar toe gaat en je vraagt aan de ene en je vraagt aan de vader of je vraagt aan de man van hebben jullie een kind? En de vader zegt ja en de moeder zegt nee, dan is daar toch een bepaalde, ja, ik bedoel, de ene spreekt de waarheid en de andere niet. Het is in ieder geval onduidelijk. En daarom is het zo moeilijk te begrijpen. Dat is eigenlijk het gat, om het zo maar te zeggen, tussen van die drie eenheid, om het zo maar te zeggen. En daarin komt het aan op geloven. Het zijn drie personen, maar het is één geest. Begrijpen is één. Maar de vraag is, geloof je het? Daarin komt het aan op geloven en op openbaring. En op het moment dat je zegt, Richard, waar jij het over hebt gehad, ik heb werkelijk geen idee. Het is allemaal abacadabra voor mij. Dan heb ik nog één tekst voor je. En die tekst is Jesaja 55 vers 9. Net zoals de hemel hoger is als de aarde, zo zijn ook mijn wegen hoger als jouw wegen. En ook mijn gedachten zijn hoger als jouw gedachten. De drie eenheid is een mysterie. Het is een openbaring. Theologen, dat zijn mensen die God hebben bestudeerd, hebben er 2 à 3 eeuwen over gedaan om erachter te komen dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, dat ze één zijn. En als wij daar niet zomaar 1, 2, 3 achter komen of niet begrijpen, God weet waar we zijn. God begrijpt ons. Hij ziet onze struggle. Hij ziet onze worsteling. Hij weet waar we zijn. Hij kent jou en mij. Maar wat moeten we hiermee doen? Of wat moeten we hiermee leren? Volgens mij hebben we vandaag gezien dat God één is, maar ook uit 3 personen bestaat. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En wat is het middelpunt? Jezus Christus. En als tweede punt, op het moment dat je nog niet gedoopt bent, daar is water. Wat houd je tegen om gedoopt te worden? Amen! Dat is hetgene wat ik had. Amen. 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 Zo, zullen we even...